is voor jezelf beter. Je komt gezond aan op je werk, fris, met een fris hoofd. En dan heb je ook nog eens geld ingezameld voor het longfonds. Nou, de win-win situatie, denk ik. Chase, de fiets-app. Die moet je downloaden, fietsen voor het longfonds. 50 dagen. Ik ga 50 dagen fietsen voor het longfonds, voor een betere luchtkwaliteit en voor een beter bereikbaar brainport. Dus daar mes snijdt aan alle kanten. Hem is klaar. Judy klaar. Pam. Hoeveel mensen komen er nou dagelijks met de auto die ook met de fiets zouden kunnen? Nou, dat is echt een groot aandeel. We weten uit scans die we hebben uitgevoerd bij werkgevers dat ongeveer 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk woont. Maar op dit moment weten we dat ongeveer maar 20% van de werknemers daadwerkelijk ook doet die fiets pakken. Dus we zien daar nog een enorm potentieel. En dus daar hebben we echt een enorme kans om het fietsgebruik nog een enorme boost te geven. Dat gaan we echt samen met werkgevers gaan we daarvoor. Nou ja, hoe ver wordt deze eerste etappe? Waar ging ook weer naartoe? Nou, volgens mij naar hoe heet dat daar? Science. De high-tech campus, ja. Ja, toch wel een volle 2,8 kilometer. Ga je dat redden? Nou, ik geloof dat ze dachten dat ik dat niet ging redden. Dus ik mag achter op een driewieler en ik hoef niet zelf te fietsen. Verschil moet er zijn, hè? Dus royal the royalty. Ja, daar gaan we. Niet rechtdoor, hè? Nee!